Nou, dan zijn we alweer bij de laatste aangekomen van de avond. De laatste prijs, Amsterdammer in beeld. Ik vind eigenlijk dat mijn collega's van de jury, die hebben jullie veel te lang in spanning gehouden. Behalve Noah misschien dan. Ik ga het ook meteen gewoon zeggen. De Amsterdammer in beeld komt voor in de film De Wereld is Mijn Familie. En de winnaar van de Amsterdammer in beeld is Peter van Maren. Is er niemand? Alice die neemt nu eventjes de plek van Peter van Maren in. Hallo Peter, Moussa, welkom. Dank je. In de studio van het ABFF. De prijs heb ik voor jou in ontvangst genomen tijdens het Amsterdamse Beurt Filmfestival op 10 februari. Ja, dankjewel. En het is nu een maandje later en ik heb hem dus al die tijd goed bewaard voor jou. De prijs, die wil ik je nu overhandigen. Van harte gefeliciteerd met jouw prachtige film De Wereld is Mijn Familie. Die speelt in de Diamantbeurt. Ja, dank je. En tegelijkertijd willen wij namens het ABFF, Amsterdamse Buurt Filmfestival, jou deze prachtige cheque overhandigen. Ja, prachtig mooi. Ja, heel mooi. Hoe voelt het nu dat je prijswinnaar bent van in de categorie Amsterdammer in beeld? Ik was flabbergasted. Weet je, voor mij was het belangrijk dat ik het in het groot op een scherm kon zien. En nou is er ook nog een prijs waar ik iets mee kan doen in de buurt. Heel erg bedankt. Nou, fantastisch. Het is je van harte gegund. Dank je. Oké, Peter. Nou, je hebt dus die mooie cheque gekregen. Een aardig bedrag. Heb je een plan om daar iets mee te gaan doen? Ik was heel erg verrast. En op een gegeven moment ben ik een beetje door de wijk gegaan van wat vinden jullie zelf wat er mee moet gebeuren? En de wens was dat er in plan C, dat daar een bingo georganiseerd wordt. En dan van dat geld, dan gaan we dan de cadeaus kopen. En dan hopen we dat ook andere bedrijven meedoen en ons ondersteunen. Wat ontzettend leuk. En dat is in plan C. Kan je iets meer vertellen over plan C, wat dat precies is? Nou, in 2004 zijn we dat gestart. Henk Griffioen en Herbert Gooms en ik hebben dat ondertekend voor een centrum van voor en door de buurt. Vooral oud en jong, omdat de afstand was vaak groot en anders moest naar Huis van de Wijk. En we hebben samen met de woningbouwvereniging het voor elkaar gekregen. Samen met de gemeente om mensen bij elkaar te brengen. Geweldig. Het bijzondere vond ik bij de ABFF dat de sfeer die er gecreëerd wordt en hoe er zo ontzettend goed omgegaan wordt met wat er in de buurt gebeurt. Mensen zien dat te weinig en zo'n dag geeft gewoon heel veel aandacht voor iedereen die initiatieven toont. Ja, en daarom is jouw buurt, de Diamantbuurt, ook door het ABFF en door jou in het zonnetje gezet. Ja. En je weet wat het ABFF verder doet? Wat zou kunnen doen voor de Diamantbuurt? In ieder geval zou ik, en dat vind ik wel heel erg bijzonder, dat we jongeren kunnen stimuleren, maar ook de ouderen, van onder andere van de moskee, om zelf iets te vertellen over hun eigen buurt en wat dat voor hun betekent. Ja, want het ABFF helpt dan de mensen die ook geen ervaring hebben op het gebied van het maken van film, om een film te leren maken. En die film zou dan op grootscherm in de OBA Centraal volgend jaar in februari 2025 vertoond kunnen worden. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, ik maak me daar heel sterk voor. Nou, fantastisch. Dankjewel. Graag gedaan. En veel plezier. Ja, en heel erg bedankt voor dit. Ja, heel bijzonder. Ja. Heel erg bedankt. Nou, fantastisch. Dit is je van harte gegund. Dank je. En de buurt. En ja, plan C. En de buurt en plan C. Ja, zeker. Dank je.